Ik ben ook wel eens op de televisie geweest. Een paar keer. Maar nou vragen ze me niet meer. Ach, ik had ruzie gemaakt. Dat kwam door zo'n studio. Dat was me daar een troep, zeg. Die hele vloer lag daar bezaaid met van die slangen. Bij elke stap lag je langer over de grond. Dus toen werd ik kwaad. En ik zeg, zijn jullie helemaal besodemieterd? Als jullie niet gauw zorgen dat die troep hier opgeruimd wordt, dan zet ik geen poot meer in deze studio. Ik ben geen hordeloopster. Ik kom hier om te acteren. Wel, nee, vergeet het maar. Ze stonden allemaal maar zo'n beetje stom te lachen. En niemand stak een poot uit. Ach, het zijn allemaal ambtenaren bij de televisie. Geef mij het theater maar. Ja, had ik mijn eigen theater nog maar. Nee, dat was ook na de bevrijding. Piet was namelijk een paar dagen naar Parijs geweest. Daar had hij gehoord dat een boel beroemde actrices hun eigen theater hadden. Dus toen hij terugkwam, zei hij, Fien, jij moet ook een eigen theater hebben. Ik zeg, goed hoor jongen, huur jij de stad Schouwburg maar. Nee, hij wilde speciaal voor mij een theater bouwen. Hij kon van de gemeente een of andere bouwval huren in de Marnixstraat. En daar moest dan mijn theater komen. 1,5, 2, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. Tot daar is het 9,5, Piet. Ja, dat is mooi. En tot daar? 1,5, 2, 3, 4, 5. Zeg een meter of 5. Nee, dat is gek. Volgens mijn tekening moet daar een muurtje staan. Wacht eens. Ja hoor. Oh, maar die muur hebben ze gesloopt. Kijk maar, je kunt nog zien hoe die gelopen heeft. En die muur kan je er ook uit? Ja hoor. Maar er komt wel je plafond naar beneden. Nee, dat is goed, dat plafond, dat moet er toch uit. Je hebt hoogte nodig. Voor een theater heb je hoogte nodig. Godsamme, Piet. Wat hebben die moffen er een puinhoop van gemaakt? Nee, dat hebben die moffen niet gedaan, dat heeft het verzet gedaan. Oh, dan is het goed. Dat was vroeger een school en in de oorlog hebben die Duitsers hem ingepikt. De rotzakken. En toen heeft die verzetsgroep de zaak opgeblazen. Oh, prima werk, scheelt meteen bij het slopen. Ja. Zeg, meneer Grosso. Die hele elektriciteitstroep moet er ook uit, al die leidingen, is allemaal verrot. Ja, dat is goed, dat is goed. Hey, meneer Grosso, dit was de school van de school, hè? Ja, voor de oorlog. Ja, zie je nou wel. Mijn neef heeft hier nog op school gezeten. Oh. Nou, heb je neef er een mooie puin ook van gemaakt. Ah, dan ga jij even kijken. Hallo. Nou, dit muurtje gaat eruit. Dit muurtje gaat eruit. Er komt een dubbele steunbalk. Ja, meneer Grosso, ja. Die mevrouw staat erin. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Fien, we zitten hier. We zitten boven. Hoe kom ik dan? Via de trap natuurlijk. Kom maar gewoon de trap op. Ah, ga jij mijn vrouw even helpen. Mag ik even vragen of die trap ooit op kan komen? Dit stukje gaat dus. Dit blijft behouden. Ja. En dan komt hier het toneel en daaronder de kleedkamers. Ja. Nou, dan moeten die artiesten wel op hun knieën kruipen. Het staat amper een meter tot het plafond. Hey, dat toneel dat gaat een meter omhoog en dat win je dan bij die kleedkamers. Oh, ja. Dag. Zeg Piet, moet het publiek straks ook zo binnenkomen? Ja, Piet, de mensen moeten er wat voor lopen. Zeg, luister eens even. Dat beeldje aan die gevel, dat is toch voor die mensen die hier gefuseerd zijn? Ja, dat is van die verzetsgroep die de zaak heeft opgeblazen hier. Ja, maar is dat nou niet een beetje raar? Zo'n monument aan een theater. Ja. Brengt dat nou geen ongeluk? Onzin, dat is allemaal bijgeloof. Nou, ik ben helemaal niet zo bijgelovig, maar ik loop toch niet graag onder een ladder door. Vind die jongens zijn gevallen voor onze vrijheid. Ach ja, je hebt ook eigenlijk geluid. Misschien brengt het ook wel geluk. Pas op, mevrouw. Pas op. Er zit hier een heel groot gat in de grond. Oh, wat leuk zeg. Jullie hebben al een souffleurshokje gemaakt. Nou, wat vind je ervan, Piet? Ik vind het geweldig, jongens. Grandioos, hè? Oh. En vooral dat gat daar, in die muur, vind ik reuze handig. Kunnen we zo naar de stad Schouwburg kijken? Weet je welke avond precies hoeveel publiek zij hebben? Of zij kunnen zien hoeveel er bij jou zit. En daar zullen ze nog raar van staan te kijken. Waar komt het toneel, jongens? Dat komt hier. Oh, wat leuk. Wat zal ik eens voor jullie zingen? Ik wil gelukkig zijn, mevrouw. Ja, kind. Dat willen we allemaal. Nou, mevrouw. Wat doen we?
Gaan we bouwen? Jazeker. En een beetje vlug graag, hè? Wanneer kan het klaar zijn? Zal toch gauw een maandje mee heen gaan, denk ik? Nou, zeg maar gewoon een paar maandjes, Joop. Ja, horen ze. Als het niet vlugger kan, ga ik zo met een andere bouwer in zee. Draai, Piet! Dus dit wordt ons theater, Piet. Zie je het zitten, Fien? Ja, Piet. Ik zie het. Ik zie het voor me, Piet. De schijnwerpers gaan aan. Het voorgordijn gaat open en ik zie de mensen staan. Ze staan voor mij alleen. Ze moeten staan, zul je bedoelen. Ze kunnen niet gaan zitten, Fien. We hebben nog geen stoelen. Hoe noemen we het, Piet? Heb jij soms een idee? Ja, ik heb zitten peinzen en het viel me nogal mee. Ik dacht, als ik die kwestie nou eens rationeel benader. Theater de la Mar. Oh, leuk. Dan heet het naar mijn vader. Een theater. We bouwen een theater. Het wordt een chic theater. Een magnifiek theater. Ons eigen theater. We krijgen een theater. Het theater de la Mar. Een kassa, een foyer. Een baan, een brede trap. Dat is een prima plaats voor een schilderij van Nap. Nee, dat moet in de hal. De mensen moeten naar hem opzien. Ik hang het in de dames en daar sluit ik je dan op, Fien. Wat ga je brengen, Fien? Toneel en cabaret. Alleen de grote namen van Macbeth tot Blekenwet. En ik wil Goethe doen, ik wil in Schiller triomferen. Als jij nou Goethe doet, zal ik in Schiller wel trakteren. Een theater, we bouwen een theater. Een specifiek theater, voor het klassiek theater. Ons eigen theater, we krijgen een theater. Mijn eigen theater. Het was niet groot, zo'n 300 plaatsen. Maar het was wel het mooiste theater van Amsterdam. Het de Lamar Theater. Dat stond ook op de gevel. Als je vanaf het Leidseplein aankwam lopen, dan zag je het al vanuit de verte. Niet dat het geholpen heeft, want gelopen heeft het nooit. Maar het was toch een leuk gezicht. Mijn eigen bonbonnière. O ja, het was wel eens vol. Op de openingsavond, vol met genodigden, want die zaten voor niks. Maar het was een mooie opening. We hadden een speciaal programma gemaakt. En ik had daarin een prachtig lied. De drie actrices. Het is première en de opkomst is massaal. De kristallen luchters branden in de feestelijke zaal. Maar ergens onder, achter, is een ruimte afgeschot. En daar is van de lampen de grootste helft kapot. Daar hangen oude foto's. Niemand weet precies van wie. En de spiegels zijn gebarsten. Alle drie. Want daar zitten drie actrices. Ze kijken elkaar aan. En ze wachten tot het doek zal opengaan. Ik hoor de mensen praten. Wat loopt het zalig vol? Ik heb vanavond voor het eerst een beetje grote rol. Als je een toneel wilt en als je jong begint, dan mag je jarenlang alleen maar op als oudste kind. Maar poeh, ik ben nu 20. Ik kan met goed fatsoen geen kind meer zijn. Kijk zelf maar. Hoe zou ik dat moeten doen? Wat vind je van dit jurkje?
Oh, ik vind het beeldig staan. Mijn haar zit goed. Ik zet alleen mijn lippen nog wat aan. Mijn tekst is nogal moeilijk. En het is een hele lap. Oh, en ik kan niet zeggen dat ik er erg veel van snap. Oh, wat ben ik toch nerveus. Ik hoop zo dat ik me niet vergis. Wat zal ik blij zijn als het doek gevallen is. Ik hoor de mensen praten. Veel mannen zijn erbij. Tja, meisje, jij begint pas. Voor mij staan ze in de rij. Het stuk is niet geweldig, te lang naar mijn gevoel. En de regie, een misser. Maar ach, ik doe het wel op zwoel. En dan die laatste scène, als ik dat gif opdrink en kronkelend ga sterven. Ik wens om een pink. Maar meisje, als jij opkomt met het glas en die karaf, ga niet zo voor mijn neus staan, hè? Want dan dek je me zo af. Er komen veel bloemen, schijnt, en flessen, rode wijn. Van wie? Van mijn aanbidders. Tja, en hoeveel dat er zijn. Ze komen straks naar achter. Oh, dat wordt een belevenis. Wat zal ik blij zijn als het doek gevallen is. Ik hoor de mensen praten. Waar zou het over gaan? Nee, nee, niet over mij. Ik heb zo lang niet meegedaan. Ik ben weer opgedrommeld. Alleen voor dit seizoen, omdat ze niemand hebben die de moederrol wou doen. Tja, meisje, zo gaat het. Daar zit ik met mijn schort. Ooit had ik net zo'n jurkje aan. Al was het niet zo kort. En in mijn grote tijd, ik was wat slanker, schat, dan jij. Heb ik jouw rol gespeeld en, ach, laat ook maar, dat is voorbij. Het loopt behoorlijk vol en dat is een zekerheid, want daar gaat het om, je geld. En als het even kan, op tijd. Het wordt waarschijnlijk drukker dan op een begrafenis. Wat zal ik blij zijn als het doek gevallen is. Het is première en de opkomst is massaal. De kristallenluchters branden in de feestelijke zaal. Maar ergens onderachter is een ruimte afgeschot. En daar is van de lampen de grootste helft kapot. Daar hangen oude foto's. Niemand weet precies van wie. En de spiegels zijn gebarsten. Alle drie. Want daar zitten drie actrices. Ze kijken elkaar aan en ze wachten. Wachten. Tot het doek zal open gaan. In het hart van Amsterdam, in de onmiddellijke nabijheid van het Leidseplein, verrees achter de nuchtere façade van de oude Spiegelschool in de Marnixstraat een modern en intiem theater. Dagen werd het ingewijd met een voorstelling voor genodigden, onder wie enkele hoofdstedelijke autoriteiten en bekende figuren uit de toneelwereld. Aan dit theater werd de naam gehecht van een onze bekendste acteursfamilies,
de la Mer. Amsterdam is een nieuwe schouwburg rijker.